Meneer de rector, hij hoort mij nog, denk ik, beste Rick. Professor Patijn, geachte professoren, meneer de minister, beste medewerkers van de KU Leuven, beste alumni, beste studenten. Laat mij starten met wat een platitude lijkt te zijn, maar wat het niet is. Ik vind het een eer en een genoegen om vandaag de lessenreeks voor de 21e eeuw te mogen openen. Ik vind het fantastisch, vooral dat u daarmee de gelegenheid geeft om de rol die de Europese Unie speelt en te spelen heeft, om die toe te lichten. En laat mij de betekenis van Europa meteen in de verf zetten door even in de schoenen te staan van de jonge mensen die vandaag student zijn. Sinds de start van de Europese Unie is wat toen onmogelijk of ondenkbaar was, nu de meest gewone gang van zaken geworden. Als ik aan jonge mensen vraag wat zij de betekenis van Europa of de toegevoegde waarde van Europa vinden, dan krijg ik meestal heel concrete antwoorden. Dan hoor ik spreken over de mobiliteit. En inderdaad, het valt niet meer weg te denken uit jullie leefpatroon. Als jullie een trein of een bus nemen doorheen Europa, dan sparen jullie minstens een uur uit. Niemand moet nog een visum aanvragen. Niemand hoeft nog aan te schuiven om een pasje te laten controleren. Zo concreet is Schengen. 4 miljoen jongeren hebben de kans in Europa om op Erasmus te gaan. Nooit eerder, nooit elders ter wereld, bestaat er een zo succesvol uitwisselingsprogramma dat heel veel jonge mensen een voorsprong heeft om zich succesvol op de arbeidsmarkt te lanceren. En zelfs als jullie niet op Erasmus vertrekken, dan zullen jullie ongetwijfeld een weekendje vrienden doen met diegenen die wel op Erasmus gaan, naar Barcelona, naar Berlijn of naar Lund of ergens anders. En zoals de meeste studenten gaan jullie dan heel goedkoop proberen te vliegen. En ook dat is Europa, dankzij het doorbreken van monopolies, ook in de luchtvaartsector, dankzij die liberalisering zijn vluchten veel goedkoper geworden. En eens aangekomen kan ik me voorstellen dat u rap Google Maps gebruikt om eens te surfen en te kijken hoe je die vrienden nu echt wel vindt. Want ook roaming aan een redelijk tarief is mogelijk geworden dankzij Europa. En als de batterij van de smartphone dan finaal bijna leeg is, dan kan u nu nog niet, maar binnen afzienbare tijd met een universele lader, compatibel voor alle merken, weer opladen eender waar u in Europa bent. Kortom, Europa heeft de voorwaarden geschapen voor de levensstijl die vandaag de uwe is. Wat een verschil met 70 jaar geleden. Als we kijken naar de mensen die 70 jaar geleden of 100 jaar geleden, want we herdenken nu het begin van de Eerste Wereldoorlog ook deze tijd. Als we kijken naar de mensen die toen 20 jaar waren, dan denk ik altijd, zij trokken ten oorlog en de jonge mannen van vandaag die gaan op Erasmus. De meisjes gelukkig ook. De jonge mensen van vandaag zijn echt de winnaars geworden van een continent dat ooit de grootste verliezer was. Ik denk dat we gerust mogen zeggen dat Europa zich succesvol heruitgevonden heeft. Dat er welvaart en opportuniteiten gecreëerd zijn voor iedereen. We zien niet alleen deze aula die zo goed als vol zit, maar elke dag vullen zich aulas over heel Europa met studenten die eens het diploma op zak op zoek gaan naar een eerste job, tegelijk een van de eerste en de grote zorgen van jonge mensen en hun ouders van vandaag. Want we zien aan de ene kant dat er heel veel mogelijkheden zijn, maar aan de andere kant dan stellen we vast dat jongeren vandaag de toekomst toch niet al te rooskleurig inzien. En dat blijkt ook het geval te zijn voor onze eigen jongeren, Vlaamse en Waalse jongeren zijn daarover ondervraagd door Mark Elgardus onder meer. Die heeft 2000 gesprekken gevoerd met jonge mensen en die komt tot de conclusie dat bijna 9 op 10 jonge mensen denken dat de bedrijven massaal gaan wegtrekken naar lage loonlanden ten koste van de werkgelegenheid bij ons. Dat daardoor de druk op de sociale zekerheid gaat stijgen, dat de pensioenen onbetaalbaar zullen worden en zullen dalen. En meer dan 7 op 10 van de jonge mensen van vandaag denkt dat hij of zij 2 jobs zal moeten uitoefenen om rond te komen. Nochtans heeft de huidige generatie van
mensen tussen de 25 en de 35, want die werden ondervraagd, het sociaal-economisch zo goed als hun ouders. Vinden ze dat zelf ook? En zien ze ook hun eigen persoonlijke toekomst wel positief in? Maar van zodra ze naar de buitenwereld kijken, dan verandert hun beeld. En ik moet zeggen, ik kan die gevoelens wel begrijpen. Ik kan die begrijpen omdat we net uit een zware financiële en economische crisis komen, met een hoge werkloosheid, met veel precariteit en onzekerheid op de arbeidsmarkt en met ook meer armoede dan voordien. We gingen de armoede terugdringen met 20 miljoen. Ze is op 5 of 6 jaar tijd gestegen met 5 miljoen mensen. En we gaan ook door een vluchtelingencrisis die Europa uitdaagt en die de solidariteit tussen de lidstaten op de proef stelt. Als we naar de Eurobarometer kijken, en de Eurobarometer dat is een regelmatige peiling van de Europeanen, dan zien we ook daar dat er een kloof gaapt tussen de Europese instellingen en de mensen voor wie die instellingen werken. En het blijkt dat nog altijd slechts 40% van de Europeanen zeggen dat ze vertrouwen hebben in de Europese instellingen. En het is dan een schrale troost om te weten dat het vertrouwen in de nationale instellingen, parlementen zowel als regeringen, nog lager is, met 31% liever. Maar wat hoopvol is, is dat dat vertrouwen in die Europese instellingen en deels ook in de nationale instellingen, dat dat op 2 jaar tijd de Europese betreft met 9% is toegenomen. En wat we ook moeten weten is dat als we in de recente geschiedenis kijken naar de golven van het vertrouwen, dat gaat op en neer en dat volgt de cyclus van de economie. Dat is heel erg conjunctuurgebonden. Als het economisch goed gaat, dan is het vertrouwen veel hoger. Het is dan ook mijn diepste overtuiging dat we dat vertrouwen verder kunnen herstellen. We moeten dat ook verder herstellen. We kunnen dat doen door een parlez-vrai aan te houden, door eerlijk te zijn naar de mensen, te zeggen waar het op aankomt, uit te leggen hoe de zaken in elkaar zitten en door een beleid te voeren dat resultaten neerzet. En ik kom er straks op terug hoe we dat met de commissie Jonker aanpakken. Maar laat u me er toch eerst even op wijzen dat het jammer genoeg vooral de Europeanen zelf zijn die zich beklagen. Mensen buiten Europa benijden ons, vinden dat het hier wel goed gaat, dat we hier een rijk continent zijn met heel veel mogelijkheden. Kijk naar de vluchtelingen die naar ons komen. Die vinden het hier heus niet zo slecht. Mensen van buitenaf die vinden Europa een succesverhaal. En ik ben ervan overtuigd dat, ondanks een aantal tekorten die er zonder twijfel zijn, en ondanks ook de grote uitdagingen waar wij voor staan, dat de Europese Unie al bij al een succesverhaal is, dat we moeten voortzetten, dat we moeten blijven verdedigen en dat we ook aan de man moeten brengen. Waarom een succesverhaal? Laat ons eens kijken vanuit de doelstellingen waarmee we begonnen zijn aan de Europese integratie. Vrede en veiligheid en het verbeteren van de levensstandaard van de mensen. Eerst iets over oorlog en vrede, iets waar alles mee stopt of alles mee begint. Het is op de puinhopen van de oorlog, van de oorlogen, mogen we zeggen, dat we een verenigd Europa hebben weten te creëren waar al 70 jaar vrede en politieke stabiliteit heerst. En vrede en politieke stabiliteit, dat zijn een absolute voorwaarde voor al de rest. Dat is een voorwaarde voor een economische ontwikkeling. Dat is een voorwaarde voor sociale vooruitgang. Zelf ben ik van de eerste generatie die geen oorlog meer heeft meegemaakt. Maar ik heb er nog wel over horen vertellen. Door mijn eigen ouders. De volgende generatie, en die daarna ook, die moeten die verhalen ook blijven horen, zodanig dat de bestaansreden van Europa finaal niet gebanaliseerd wordt. We hebben 70 jaar vrede, toch 70 jaar voor het westen van Europa. Voor Centraal- en Oost-Europa heeft het wat langer geduurd. Die hebben moeten wachten op de implosie van de Sovjet-Unie en op de val van de muur. En uiteindelijk is niet alleen Duitsland één geworden, maar kunnen we ook zeggen dat Europa herenigd is geworden, met als resultaat
stabiliteit, vrede en politieke stabiliteit op zowat het hele politieke, het hele Europese continent. En dat is een win-win situatie voor het oosten en voor het westen. En dat is een goede basis om verder de vrede en de stabiliteit te bewaren, ook bij ons. Er is veel commentaar geweest en nog op de uitbreiding. Was het te vroeg, was het niet dit en was het niet dat? Maar we moesten het moment grijpen. Het heeft ons economisch geen windeieren gelegd, maar het was ook politiek een heel belangrijke stap. Daarnaast is de Unie ook een succesverhaal op sociaal-economisch vlak. Als we kijken wat we gerealiseerd hebben, allemaal samen, dan hebben we op een heel korte tijd een heel grote interne markt in het leven geroepen. Een interne markt die voor alle lidstaten economische groei en extra jobs heeft opgeleverd. Een interne markt waarvan men berekend heeft al 15 jaar na de start ervan dat ze een toegevoegde waarde had van meer dan 2% van ons bruto binnenlands product en dat ze gezorgd heeft voor minstens 3 miljoen extra banen in Europa. Minder kosten, meer innovatie, meer competitiviteit met de rest van de wereld, dat zijn zaken die belangrijk zijn. Voor de consumenten meer keuze tussen goederen en diensten, sterkere garantie voor veilige producten. En voor ons allemaal vrij reizen, gaan wonen en werken waar we willen in heel Europa. En met de komst van de euro, dat andere grote project die eigenlijk die interne markt voor een stuk heeft afgewerkt, met de komst van Europa hebben we onze economie ook veel weerbaarder gemaakt. Ook daar zien we dat er hier en daar fouten en tekorten zijn. Hebben we die zware crisis achter ons gehad. Maar wat zouden we geweest zijn zonder de oorlog ten tijde van 9-11, als de Irak-crisis is uitgebroken, andere crisissen die we hebben meegemaakt intussen. En ik zou zelfs nu durven zeggen met de vluchtelingenproblematiek van vandaag. Dus ja, globaal gezien heeft Europa ons een welvaartsniveau gebracht dat uitzonderlijk is in de wereld. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten. Politieke stabiliteit en economische vooruitgang, dat is een verhaal waar permanent moet aan geschreven worden. Dat is een verhaal dat nooit af is. En als het over economische concurrentiekracht gaat, belangrijk voor de groei en belangrijk voor het scheppen van banen, dan moeten we ons natuurlijk ook realiseren dat de rest van de wereld intussen niet stilstaat. We zien dat intussen 80% van de economische groei plaatsvindt buiten Europa. We zien ook dat ons bevolkingsaandeel daalt. Aan het begin van de vorige eeuw waren we met de Europese bevolking 20% van de globale wereldpopulatie. Dat is intussen gezakt naar 7% en over een aantal decennia zal dat nog 4% zijn. We worden dus hoe langer hoe kleiner in de wereld en de behoefte om ons dus zo sterk te maken als mogelijk, om ons duidelijk te versterken, is navenant, die wordt dus veel groter. Ik denk dat de boodschap duidelijk is, beste mensen. Wij mogen best trots zijn op wat we tot nu toe hebben verwezenlijkt, zonder de tekorten te ontkennen. Ik zeg het nogmaals, maar we moeten vooral daadkrachtig verder werken aan dat Europa. We moeten samenwerken om samen sterk te zijn en zo zorgen dat we de mensen jobs, banen, een goede levensstandaard en mooie perspectieven kunnen blijven bieden. En om dat te doen, moeten we ons ook versterken op het wereldtoneel. De grote uitdagingen waar we voor staan vandaag, die zijn globaal. En ofwel formuleren we daarmee de oplossingen op globaal vlak, zetten we daar mee aan de tafel, beslissen we mee, bepalen we mee waar het met de wereld naartoe gaat. Ofwel doen we daar niet aan mee en dan zullen we de veranderingen in de wereld ondergaan volgens het recept zoals dat door anderen wordt uitgeschreven. Willen we zeggenschap bewaren, willen we onze waarden, de basis waarop ons leven en samenleven gebaseerd is, willen we dat ook in de toekomst bewaren, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat we ons veel sterker organiseren en dat we samen een antwoord kunnen geven aan die grote wereldtafel. Globalisering, nieuwe technologie, zet ons in een transitiefase. De klimaatverandering zet ons in een transitiefase. De jacht op de grondstoffen, nooit eerder gezien. De vergrijzing van het Westen,
om niet nog maar eens van de vluchtelingencrisis te spreken. Het zijn allemaal uitdagingen die we delen. Het zijn ook allemaal uitdagingen die om verandering vragen. En dan lijkt het heel paradoxaal, want we hebben die veranderingen nodig om maximaal te behouden wat we hebben. Om zeggenschap te bewaren, moeten we ons organiseren en sterk staan in de wereld. We moeten ons aanpassen aan de veranderingen in de wereld om mee te kunnen, om concurrentieel te zijn, om nog de investeringen aan te trekken, om nog jobs te kunnen creëren. Maar als we dan spreken van veranderingen, om te bewaren wat we hebben maximaal, dan is het juist die veranderingen die de mensen angst aanjagen. Dus daar zit een paradox in. We moeten veranderingen bieden om de mensen te geven wat ze vragen. Maar als we van veranderingen spreken, dan gaan mensen even op hun achterste poten staan. Dan wordt men onzeker en dan wordt men angstig. Dus we zullen veel meer moeten uitleggen. En we zullen moeten blijven sturen en meer sturen dan ondergaan. En dan zal ook weer het antwoord liggen in meer Europa en niet in minder Europa. Dus als wij daarnaar vragen en zeggen dat er meer bevoegdheden naar Europa moeten gaan voor bepaalde zaken, dat we afspraken moeten maken, dat we veel meer solidariteit moeten opbrengen met elkaar, dan gaat het daarover. Willen we nog iets te zeggen hebben in die wereld? Willen we zelf mee sturen? Of zijn we voldaan wanneer we het allemaal kunnen ondergaan? En dan doen we dat echt niet omdat we vinden dat Europees beleidsniveau beter is, hoger is, mooier is, nooit geen fouten maakt. Nee, het is gewoon een noodzaak. En we moeten daar samen verder het beste van maken, omdat ons dat sterkte biedt, omdat ons dat solidariteit oplevert en omdat ons dat finaal soevereiniteitswinst oplevert. We kunnen natuurlijk niet naast de crisis kijken van de laatste 7 jaar. Een crisis die de uitdagingen waar we het over hebben niet uitgelokt heeft, want sommige mensen denken alles is het gevolg van. Die crisis die heeft alleen die uitdagingen verscherpt. Die heeft daar meer licht op doen schijnen. Die heeft die sterker naar boven laten komen. Maar laat ons wel wezen, die uitdagingen waren er al voor de crisis. We hebben ze alleen nog niet naar waarde geschat. We hebben ze niet gezien of niet willen zien. Of we hadden niet de moed of de mogelijkheden om er aan te verhelpen. En die crisis zelf heeft ons natuurlijk ook geen deugd gedaan. Ze heeft ons gewezen op de tekorten in de economische en monetaire unie, te weinig instrumenten, te weinig middelen om het beleid volledig goed te organiseren. Ze heeft ons getoond dat we door meer Europa finaal wel orde op zaken kunnen krijgen. En ze heeft ons ook geleerd dat we veel meer werk moeten maken van structurele groei en dat we geen toekomst kunnen plannen op een bedje van schuld. Waar we werk van moeten maken, dat is een duurzaam beleid. Een houdbaar beleid dat echt onze concurrentiepositie verscherpt en dat ons de kans geeft om onze samenleving meer rechtvaardig uit te bouwen. We hebben meer Europa nodig gehad om uit die crisis te geraken. Crisis, u weet dat, u kent de geschiedenis die begonnen is met de bankencrisis in de Verenigde Staten, die overgewaaid is naar de banken bij ons. Lidstaten hebben die banken moeten redden met overheidsgeld, want een andere remedie hadden ze niet voorhanden. Daardoor zijn de overheidsfinanciën in het rood gegaan of verder in het rood gegaan. En in sommige landen stonden die er al niet rooskleurig voor. Daardoor zijn de financiële markten het niet meer gaan vertrouwen. En uiteindelijk hebben we een vicieuze cirkel tussen bankenproblemen en overheidsfinanciën gekregen met een grote economische kater en veel werkloosheid als gevolg. En het is alleen met meer Europa geweest dat we die domino hebben kunnen stoppen, die vicieuze cirkel hebben kunnen doorbreken en dat we de band uiteindelijk tussen dat bankfalen en de problemen van de overheidsfinanciën hebben kunnen doorknippen. We hebben tijdelijke noodmechanismen opgericht met veel kritiek vanuit democratisch oogpunt, maar het was roeien met de riemen die er waren. Nood breekt wet. Men is heel creatief moeten zijn op de Europese toppen, maar het mechanisme was er, het is ondertussen structureel geworden en het staat er nu. Een reddingsfonds om lidstaten in nood te helpen. We hebben de regels op het toezicht en de banken verscherpt. We hebben de regels versterkt, kapitaalvoorwaarden, regels waar de banken moeten aan voldoen, ook op andere vlakken, risicobeheer onder meer. Toezicht op de banken is geëuropeaniseerd. We hebben regels in het leven geroepen om als een bank nog eens in de problemen komt, wat we proberen te voorkomen, maar je weet maar nooit, dat er dan een behoorlijk
afwisselingsmechanisme, een soort specifiek faillissementensysteem bestaat voor die banken. En we hebben gezorgd dat de consumenten die hun deposito's in banken plaatsen, dat die veel beter en veel meer dan vroeger beschermd zijn. We hebben ook de regels voor de overheidsfinanciën versterkt. Strenger gemaakt, dat is niet altijd leuk, maar we weten dat er geen andere keuze is, want we hebben gezien dat als de financiële markten het niet meer vertrouwen, dan komen ook die overheidsfinanciën in de knoei met spilovereffect van het ene land op het andere. En dan zitten we allemaal in de moeilijkheden. Dus we moeten de regels niet sterker of strenger maken dan nodig is, maar we moeten wel de afspraken die we gemaakt hebben bij de start van de euro gaan respecteren. En alles wat we niet gerespecteerd hebben van het verleden, daar zullen we terug een compensatie voor moeten zoeken. Dus ook voor de overheidsfinanciën strengere regels, vooral ook een beter toezicht, betere sanctiemechanismen die gemakkelijker kunnen toegepast worden en ook een preventieve evaluatie van de begrotingsplannen van de regeringen. We hebben ook de macro-economische onevenwichten aangepakt die men al zag. Sommigen zagen ze, maar daar werd wel over gesproken, maar daar werd niets aan gedaan. Ook dat is nu aangepakt. Men kijkt naar de macro-economische onevenwichten en er kan tegen opgetreden worden. En er zijn ook betere regels gekomen, niet onbelangrijk, over eerlijke statistieken. We weten waar niet eerlijke statistieken, ik verwijs onder meer naar Griekenland, waar die ons gebracht hebben. Dus met meer Europa hebben we dat dieptepunt van die crisis overwonnen en hebben we de euro gestabiliseerd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die crisis geen naweeën heeft. We hebben veel te weinig investeringen. Door de crisis is het wantrouwen gegroeid, is het vertrouwen van de investeerders gedaald en zien we dat dat mensen weinig geneigd zijn om in de economie te investeren. We hebben een hoge werkloosheid, ook bij jonge mensen. En we hebben een toegenomen ongelijkheid, waarvan duidelijk en hoe langer hoe meer aangetoond wordt dat die een remmende factor is voor de groei. Ongelijkheid tussen mensen remt finaal op termijn de groei af. Dus diegenen die vinden dat het niet zo belangrijk is om te zorgen dat iedereen het goed heeft, die alleen oog hebben voor economische groei, zij moeten weten nu dat als ze die groei willen, ze ook zullen moeten zorgen voor meer gelijkheid en voor meer rechtvaardigheid in de maatschappij. En zoals gezegd, dat is de lijn van de commissie Jonker. Ja. Zoals gezegd, ook al laten we het ergste van de crisis achter ons en krijgen we terug perspectief, de structurele problemen die er al waren, die vragen om actie. En de vraag die u zich dan natuurlijk stelt is, en wat gaat je daar dan aan doen? Wat is het antwoord van de commissie Jonker op de problemen waar we vandaag mee zitten? Wel, in de eerste plaats hebben wij afgesproken, hebben wij het vertrouwen van het Europees Parlement, van de regeringen ook gekregen, door één grote rode draad te kiezen. En dat is de draad van jobs, groei, rechtvaardigheid en democratische verandering. Jobs en groei, omdat dat de belangrijkste zorg is van de mensen. Vind ik een job, vinden mijn kinderen een job. Als ik een job heb, kan ik ze bewaren. Mensen willen op dat vlak meer zekerheid, willen vooral perspectief. Die zekerheid kunnen we ze niet meer geven in de toekomst. Er zal veel meer flexibiliteit zijn. Maar we moeten wel perspectief geven. Ook perspectief op sociale bescherming als het nodig is. Jullie gaan allemaal binnenkort op zoek naar een job. Sommigen zijn misschien al aan het werk terwijl ze nog studeren. Dat is dan alvast goed om een eerste werkervaring op te doen. En dat is zeker ook goed als een eerste stap in het opbouwen van een loopbaan. Waar wij voor willen zorgen is dat er structurele groei komt, duurzame groei komt en dat dat ook een jobrijke groei is. Een tweede grote doelstelling, tweede grote hoofdlijn is meer fairness. Ik vind nog altijd dat dat beter klinkt dan rechtvaardigheid of billijkheid. Het vat het meer gevoelsmatig samen. Meer fairness en gelijkheid meer tussen lidstaten en binnen de lidstaten. Binnen de lidstaten, omdat, zoals ik al gezegd heb, te veel ongelijkheid geeft een slecht gevoel. Dat breekt de cohesie in een maatschappij af, maar het zorgt op termijn ook voor minder economische groei. En als dat gebeurt, zitten we natuurlijk helemaal in een spiraal naar beneden. Maar fairness gaat ook over belastingen. Het gaat niet alleen over
sociale recht, dat gaat ook over belastingen. Dat gaat over het eerlijk verdelen van de lasten en het heffen van belastingen daar waar de winsten gemaakt worden. Ook daar maken we met deze commissie absoluut werk van. En fairness in een samenleving, dat gaat ook over het bestrijden van de armoede. Armoede die we met onze doelstellingen van het Europa 2020, projecten voor slimme en duurzame groei, gingen bestrijden, maar waar de crisis doorheen gefietst is en die daardoor is toegenomen. Maar fairness is ook nodig tussen de lidstaten. Meer gelijke evolutie, meer convergentie tussen de lidstaten. Ook dat is nodig, zeker in een economische en monetaire unie. En ik kom daar ook straks op terug. En dan is er ook nood aan meer democratische verandering, meer democratische verantwoording afleggen. Want Europa kan niet gebouwd worden alleen maar door staatshoofden en regeringsleiders, ministers, leden van het Europees Parlement, regeringen. Nee, dat is een zaak van de mensen. We moeten de mensen meer bij Europa betrekken. Dat zijn de sociale organisaties, vakbonden, werkgevers. Dat zijn de civil society organisaties. Dat zijn jongerenverenigingen. Dat zijn universiteiten. Dat is uiteindelijk elke burger. We moeten daar meer en anders mee communiceren. Meer en anders mee omgaan. Meer en anders uitleggen wat we doen. En ook verantwoording afleggen over wat we doen. En dat is de grote lijn van het plan Juncker. En hoe gaan we dat aanpakken? Wel, een andere rode draad doorheen beleid en de aanpak is, we gaan ons focussen op de grote dingen. Op de dingen die we alleen samen kunnen aanpakken in Europa. Zaken die de lidstaten zelf kunnen, die de regio's zelf kunnen, die men lokaal zelf kan doen, die laten we over aan de andere beleidsniveaus. Big on the big things, small on the small things, heeft Juncker gezegd. Ambitieus op de grote zaken en meer bescheiden op de kleine dingen. Dat is dus ook een tweede draad doorheen dat nieuw beleid. En uiteindelijk is dat vertaald in 10 prioriteiten. 10 prioriteiten waarmee we de komende jaren concrete resultaten willen neerzetten. Nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen. Het uitwerken van een digitale interne markt. De digitale interne markt, die eigenlijk grenzeloos is, botst in de wetgeving nog op enorm veel grenzen. Een veerkrachtige energieunie en een toekomstgericht klimaatbeleid. Een diepere, een eerlijkere interne markt met een versterkte industriële basis. Diepere en eerlijke economische en monetaire unie. Een duurzaam handelsbeleid, wat ook veronderstelt een goed handelsakkoord met de Verenigde Staten van Amerika. Wij zijn voor TTIP. We zijn dat aan het onderhandelen en we zullen zorgen dat dat een goed akkoord wordt. We willen ook een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte voor recht en rechtvaardigheid. De grondrechten doen respecteren. Duidelijk maken dat we in een rechtsstaat leven. Een duurzaam en solidair migratiebeleid. En u denkt, ja, dat noemt ze als nummer 8 in de rij. Daar zijn ze waarschijnlijk nu pas mee voor de dag gekomen. Nee, beste mensen, dat stond er al in voordat die vluchtelingenstroom op gang gekomen is. Want wij waren ons er wel degelijk van bewust dat op dat vlak Europa nog flink een tandje kon bijsteken. Een krachtiger optreden op het wereldtoneel, zoals ik juist al heb uitgelegd. En dan ook die democratische laag die daar absoluut boven moet komen als we de steun van de mensen willen bewaren. Dat zijn allemaal domeinen die grensoverschrijdend zijn, die het niveau van de lidstaten te boven gaan, die we beter samen kunnen aanpakken dan elk apart. Het is alleen maar door te verdiepen in Europa dat we naar betere oplossingen zullen kunnen gaan. En het verdiepen van de economische en monetaire unie maakt daar ook deel van uit. U weet, met de eenheidsmunt zitten wij monetair in één beleid. Een beleid dat gevoerd wordt door de Europese Centrale Bank. Maar we hebben gezien, ook dat heeft de crisis ons geleerd, dat met één monetair beleid er ook een veel dieper gecoördineerd economisch en sociaal beleid nodig is. En daar willen wij met deze commissie absoluut werk van maken. En dat zijn we ook aan het uittekenen. En dat brengt me op mijn eigen portefeuille, meer bepaald op de sociale agenda en de werkgelegenheidsagenda. En misschien eerst even een korte blik op de situatie van vandaag, vooraleer ik daar dieper op inga. Als we kijken naar de cijfers van vandaag, dan zien we dat we dit jaar voor het eerst opnieuw economische groei hebben in elk van de Europese lidstaten. Een bescheiden groei. We zitten aan cijfers van 1,8
8% in het Europa van de 28, 1,5% in de eurozone, België op 1,2. Maar we zien een eerste heropleving in elk van de lidstaten en dat is nieuw. Als we kijken naar de arbeidsmarkten, dan zien we ook een positieve evolutie, want dan stellen we vast dat meer economische activiteit duidelijk ook meer jobs heeft opgeleverd, ook meer permanente jobs en ook meer voltijdse jobs. En de toename van de werkgelegenheid komt voor in alle groepen. Jong, middenleeftijd, oudere mensen. De jeugdwerkloosheid blijft dalen in de meeste lidstaten. Ook dat is goed nieuws. En alles bij elkaar zien we dat we een werkloosheidscijfer hebben in de Europese Unie van 9,5%. Dat is lager dan in de tijd dat we de euro geïntroduceerd hebben. Wat we ook zien is dat dankzij die toegenomen economische groei, een bescheiden groei, ik geef het toe, dankzij de bijkomende jobs, dat de gezinnen er uiteindelijk ook op vooruit gaan. Meer werk is tenslotte het beste antwoord op armoede. Maar we mogen dan wat positief zijn. We moeten vooral niet denken dat de strijd gestreden is. Want als we kijken naar de echte cijfers achter de percentages, dan zien we dat met ons 9,5% werkloosheid, en dat is minder dan een paar jaar geleden, dat daar nog altijd 23,5 miljoen mensen achter zitten die op zoek zijn naar een job. 23,5 miljoen mensen waarvan de helft langer dan 12 maanden werkloos is in Europa. En waarvan van die helft, van die 12 miljoen langdurig werklozen, zijn er 2/3 langer dan 2 jaar zonder werk. Van al die werklozen, als we daarvoor kijken naar de jonge mensen, dan zien we ook dat er nog altijd 4,6 miljoen jonge mensen zonder werk zijn. Jonge mensen op zoek naar werk, dat wil zeggen werkelijk op zoek, binnen de 2 weken beschikbaar voor de arbeidsmarkt enzovoort. 4,6 miljoen jonge mensen. En daar zit een gevaarlijke trend achter. We zien groei, nog te weinig. We moeten iets doen aan die grote cijfers. Want uiteindelijk, ik denk altijd, percentages is belangrijk. En macro-economisch is dat natuurlijk belangrijk. En meet dat de temperatuur van een economie, van een samenleving, van een Europa, van een lidstaat. Maar achter elke werkloze staat een persoon die natuurlijk voor 100% geen job heeft en die heeft dikwijls weinig boodschappen aan die percentages. Die kan rekenen op het vooruitzicht, op de perspectief, die kan er hoop uitputten, maar we moeten toch die cijfers verder naar beneden krijgen. En wat zien we verder? De groei komt stilaan terug, maar we zien dat de divergentie ook toegenomen is. Zoals ik al gezegd heb, binnen de lidstaten en tussen de lidstaten. Binnen de lidstaten zien we dat 20% van de top 5 keer zoveel verdient dan de 100ste 20%. En dat verschil neemt blijkbaar toe. En zoals gezegd, dat is niet goed voor de cohesie van een samenleving en dat is finaal ook niet goed voor de economische groei. We zien ook dat de lidstaten, terwijl het de bedoeling was net van de Europese integratie, van onze structuurfondsen, cohesiefondsen, we hebben daar veel geld tegenaan gegooid om de lidstaten naar elkaar te laten toegroeien. En wat zien we? Dat doorheen de crisis de lidstaten verder zijn uiteen gaan groeien. En we zijn verder uiteen dan we waren in 2004, toen er een aantal nieuwe landen zijn bijgekomen. Als we bijvoorbeeld naar de werkgelegenheid krijgen, of naar de werkloosheid kijken, dan zien we dat die het laagst is in Duitsland, 4,7%. Maar dan zien we ook cijfers van meer dan 25% in Griekenland en van nog boven de 20% in Spanje. Kijken we naar de jeugdwerkloosheid, dan zien we cijfers in Duitsland van 7,5%. Maar dan hebben we niet minder dan 4 lidstaten waar een jeugdwerkloosheid vastgesteld wordt van boven de 40%. Griekenland steekt er natuurlijk bovenuit. Spanje zit tweede in de rij met een verbetering op 2 jaar van 7 procentpunten. Dat is allemaal heel goed. Maar met een werkloosheidspercentage boven de 40% kan je moeilijk zeggen dat we goed zitten. Dus daar moet nog heel veel aan gebeuren. Kijken we ook naar het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, dan zien we dat dat in Polen en in Litouwen de laatste jaren met 10% toegenomen is. Maar dan zien we tezelfde tijd dat dat 10% gedaald is in landen als Cyprus, Kroatië en ook in Italië.
En dan zwijg ik nog over Griekenland, dat natuurlijk een terugval gekend heeft, waar nog heel hard aan moet gewerkt worden om die er bovenop te komen. Maar waar ik toch ook even wil bijzeggen dat we met deze commissie, toen het nieuw akkoord is afgesloten met Griekenland na moeizame onderhandelingen, een verkiezing ertussen, een referendum ervoor enzovoort, maar dat het nieuwe akkoord dat is afgesloten, dat we ervoor gezorgd hebben dat dat voor de eerste keer, sinds we landen onder begeleiding hebben, dat dat voor de eerste keer gepaard gegaan is met een impact assessment van de sociale gevolgen. En dat heeft ertoe geleid dat we regels gesteld hebben dat de meest kwetsbaren in de Griekse samenleving moeten beschermd zijn, dat er toegang moet zijn voor iedereen tot de gezondheidszorg en dat ze minimuminkomen moeten invoeren, gefaseerd gaandeweg, maar dat ook daar met die steun vanuit Europa werk van moet gemaakt worden. Maar we zien in elk geval dat we meer moeten convergeren, dat we naar meer Europa moeten, dat we dichter bij elkaar moeten komen om op een duurzame manier onze economie uit te bouwen. En wat doen we daar nu aan vanuit Europa heel concreet? Want ik heb gesproken van concrete resultaten. Wel, jobs uit de hoed toveren met sociaal beleid, met arbeidsmarktbeleid, zelfs met eender welk beleid, met wetten, gaat niet. De jobs die worden finaal gecreëerd buiten overheidsbetrekkingen, die worden finaal gecreëerd door de bedrijven. En we moeten dus een beleid voeren dat het aanmoedigt om te investeren en dat niet afschrikt om mensen aan te nemen. En hier hebben we een belangrijke hefboom willen zijn. Daar waar de vorige commissie, die nog midden in de storm van de crisis zat, zich echt moest beperken tot het bewaken van de begrotingen en tot een aantal structurele hervormingen, tot het uitvinden van nieuwe instrumenten om te zorgen dat de euro niet omver viel, dat er geen lidstaten uit de boot vielen. Wij kunnen daar nu verder op bouwen, een blad omdraaien en wij hebben nu terug oog voor investeringen. En investeringen zijn nodig, want we zitten met een gap, met een tekort aan investeringen van 15%. Er wordt minder geïnvesteerd dan vroeger. En dat is een verhaal dat we al een paar jaar kennen en horen, maar meestal wordt er dan gevraagd aan de overheden om te investeren. Wel, de overheden zijn beperkt, want de schuld kunnen we niet terug onbeperkt laten oplopen. Maar wat we wel weten is dat er veel privékapitaal is. En ook dat wordt niet altijd in de reële economie geïnvesteerd. En daarom hebben we met deze commissie als eerste stap, allereerste dagen dat we aan de slag waren, hebben we ons werk van gemaakt om een investeringsplan uit te werken. Een investeringsplan met een investeringsfonds waarmee we met een, ik mag zeggen, een relatief beperkt stukje van het Europees budget ervoor zorgen dat er uiteindelijk 315 miljard euro zal kunnen aangetrokken worden in Europa voor de hoog noodzakelijke investeringen te doen. En u zal zeggen, ja, daar kunnen ze, dat is iets zoals de broodvermenigvuldiging en de vissen uit het Nieuwe Testament. Nee, dat zijn zaken die uitgetest zijn. De Europese Investeringsbank, een van onze instellingen, die heeft daar vroeger ervaring mee. Die weet met welke mechanismen ze uiteindelijk kunnen zorgen voor wat wij dan een leverage noemen. En wij blijven onder wat zij al in het verleden hebben gepresteerd in onze raming. Dus we mogen ervan op aan dat 315 miljard euro aan investeringen dit jaar, volgend jaar en het jaar nadien zal kunnen aangetrokken worden. En dat is geen pure theorie. We zijn daar al aan bezig. Investeringen waarvan we verwachten dat ze 1,3 miljoen nieuwe banen zullen scheppen en dat daardoor finaal dat stukje wantrouwen, dat tekort aan vertrouwen dat er nog altijd is, dat doordat men ziet dat investeringen uiteindelijk toch renderen, dat dat weggenomen wordt. En we hopen op die manier de sneeuwbal terug in de juiste richting te laten rollen. En die investeringen zijn al concreet aan het realiseren. We hebben al 28 projecten goedgekeurd. Er is er ook al één in België goedgekeurd met investeringsmaatschappij in Wallonië. En ik heb er goed oog op dat we ook met Vlaanderen de eerste contracten zullen kunnen tekenen nog voor het einde van dat jaar. Investeringsfonds, maar ook een investeringsklimaat. We moeten ervoor zorgen dat er een omgeving geschapen wordt waarin investeren aantrekkelijk is en waarin mensen zien dat investeringen kunnen opbrengen. En daarvoor hebben we ook een heel pakket aan maatregelen in de pipeline gestoken.
Wat we nog gedaan hebben, direct bij ons aantreden, en dat zit in mijn portefeuille, specifiek in mijn portefeuille dan, dat is dat we gekeken hebben naar de jongerenwerkloosheid. De voorgangers hadden een jeugdgarantieplan op het spoor gezet. Een jeugdgarantieplan waarbij de lidstaten hebben afgesproken dat wanneer jonge mensen van de school komen, van de universiteit komen, of hun job verliezen, dat ze binnen de 4 maanden terug aan de slag kunnen of in een training gestopt worden of een werkplek, leerplaats krijgen of recht naar een baan toegeleid worden. Jeugdgarantie was afgesproken. We hebben daar Europese fondsen tegenover gezet om die hervormingen, want het gaat dan om hervormingen die in de lidstaten moeten doorgevoerd worden om dat mogelijk te maken, niet gewoon consumentachtig helpen van een paar mensen en zeggen die nadien komen, ja, die vallen dan buiten de prijzen. Het gaat om hervormingen die dat op structurele basis veranderen en die permanente mechanismen in het leven roepen om dat soort dingen op de juiste manier aan te pakken. Maar wat hebben we gezien bij het begin van ons aantreden, bij het begin van deze legislatuur? Dat veel landen het moeilijk hadden om dat in de praktijk waar te maken, omdat ze eigenlijk budgettaire beperkingen hadden om de voorschotten op te hoesten die dat soort begeleiding kost. En daarom hebben we er werk van gemaakt, en dat is de eerste keer dat dat gebeurd is in de wereld van de Europese fonds, om in plaats van een voorfinanciering naar de landen en de regio's te doen van 1%, de rest krijgen ze pas uitbetaald nadat ze getoond hebben dat ze alles voldaan hebben en alle regeltjes voldaan hebben. Wij hebben nu gezegd, we gaan dat optrekken. We gaan dat optrekken naar minstens 30%. En we zijn erin gelukt om dat op 4 maanden tijd, om die wetten te veranderen, om dat door het parlement en de Raad van Ministers te loodsen. En al in mei van dit jaar hebben we dat miljard kunnen uitbetalen aan de regio's die in aanmerking komen voor die fondsen. En we zien dat nu overal die jeugdgarantie echt van de grond begint te komen. Daar is ook 42 miljoen voor afbetaling naar België gegaan. Luik, Henegouwen en Brussel zijn regio's die van dat extra fonds kunnen genieten. Maar alle regio's, ook in Vlaanderen, kunnen genieten van het Europees Sociaal Fonds om jonge werklozen te helpen. We hebben gezien dat dat kan werken. We hebben ook gekeken wat we kunnen doen voor langdurige werklozen. Langdurige werklozen, ik heb u net gezegd, de helft van de werklozen in Europa zijn langdurig werkloos. En we weten dat hoe langer mensen van de job verdwenen zijn, hoe langer de mensen zonder job zitten, hoe moeilijker het is om er terug in te geraken, om er terug aan in te geraken. En er is een moment tussen 12 en 18 maanden die echt een dip oplevert. Dan trekken mensen zich terug. Ze vliegen in veel landen uit de werkloosheidsuitkeringen. Ze zijn niet meer geregistreerd, ze worden niet meer ter hand genomen. Uiteindelijk zijn ze in de werkloosheid of in een andere situatie, maar al sinds zonder job voor de rest van hun vooruitzichten. En daarom hebben we gezegd, ook daar moeten wij iets aan doen. Daar moeten we iets aan doen en daar heb ik een aanbeveling voor gelanceerd, een voorstel gemaakt voor de lidstaten om de best practices die we ontdekken in verschillende landen waar het beter gaat, om daarvan te leren en om in alle lidstaten hervormingen door te voeren om langdurig werklozen dichterbij te houden en om die op een wel bepaalde manier aan te pakken. Door ze eerst allemaal te registreren, in Duitsland is dat 100%, er zijn landen waar maar 30% van de langdurigen geregistreerd zijn. In de tweede plaats door ze allemaal individueel een assessment te geven, een evaluatie. Wat is het probleem? Hoe komt het dat u niet aan een job geraakt? En dan ten derde, voordat ze 18 maanden werkloos zijn, een soort akkoord aan te bieden, een begeleidingsakkoord aan te bieden, wat niet alleen naar die job leidt, niet alleen te maken heeft met de werkloosheidsdienst of de begeleidingsdienst, de VDAB van bij ons, die iets doet met die mensen, maar waar ze helemaal begeleiding krijgen, waar gekeken wordt naar eventueel ook andere problemen waar ze mee zitten, schuldproblemen, familiale problemen, gezondheidsproblemen, transportproblemen enzovoort, en waar ze een dienstenpakket eigenlijk aangeboden worden, waar ze geholpen worden om al die hinderpalen te overwinnen en zo terug uitzicht te krijgen op een job. Dat zijn een paar concrete initiatieven. Voor de jonge mensen hebben we ook nog iets wat bijzonder belangrijk is. De ontwikkeling van de skills, van de vaardigheden. En daar zien we dat een van de goed werkende systemen, dat is leren op de werkplek. Duaal leren. Leerlingwezen, zoals we dat bij ons kennen, maar dat zit op technisch vrij lage niveaus. We zien in andere landen waar het goed gaat. Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, waar men dat ook gebruikt op hogere niveaus, dat dat een bijzonder werkzame formule is. En daarom willen we dat ook aanmoedigen.
Daar is een Alliance for Apprenticeships gecreëerd, heet dat. Eigenlijk een alliantie van al wie daarmee bezig is en wie daarbij kan helpen om te zorgen dat meer mensen, vooral ook jonge mensen, de kans krijgen om op de werkplek te leren, een eerste werkervaring op te doen. En we hebben op dit ogenblik al 140.000 nieuwe plaatsen gecreëerd, leerwerkplaatsen in Europa. En ik denk dat ook dat belangrijk is. En dat is ook een beetje de getuige van de manier waarop we de zaken willen aanpakken met deze commissie. Niet te veel grote strategische documenten, nog een nieuwe verklaring, nog een nieuw initiatief. We willen vooral de initiatieven die er zijn bijsturen, kansen geven en zorgen dat we resultaten op de grond hebben. Voelbare resultaten. En dan hebben we natuurlijk ook de lidstaten verder naar elkaar laten toegroeien. Los van de concrete problemen, hoe doen we dat? Lidstaten verder naar elkaar groeien, zodat er een level playing field is, zodat er op de interne markt geen race naar de bottom is, maar dat we samen uiteindelijk de vruchten van die interne markt kunnen plukken. Ook daarvoor zetten wij alle instrumenten in die we hebben. En wat mijn portefeuille betreft, hebben we daarbij verschillende instrumenten. Dat is beleidscoördinatie. Daar wordt nogal eens lacherig over gedaan van, is het maar dat? Waar zijn de bevoegdheden? Wat kunt je doen met je portefeuille enzovoort? Ik leg u dat direct uit. Wetgeving, sociale dialoog en het gebruik van de fondsen die we ter beschikking hebben. Op vlak van beleidscoördinatie, daar werken we via onze, wat wij noemen onze economische cyclus, het fameuze Europese semester. En ik ga u dat toch even uitleggen, hoe dat werkt, omdat ik me nog heel goed de uitspraak herinner van een Belgisch politicus, een leider van een niet kleine partij in ons land, die ooit gezegd heeft ten aanzien van de commissaris die onder de vorige legislatuur daarvoor bevoegd was, hoe de hel is Olly Rehn? Eigenlijk van wat hebben wij daarmee te maken, waarover gaat dat allemaal? Het is daarom misschien goed dat we dat toch even uitleggen. Onder dat semester, wat doen we daaronder? Wel, elk jaar maken we met de Europese Commissie een planning op voor de budgettaire, voor de economische en de structurele hervormingen van de lidstaten. We bekijken die plannen en we kijken waar er ruimte is voor verbetering en we doen dan aanbevelingen voor de komende 12 tot 18 maanden. We starten dat met een algemene groeianalyse. Hoe is de situatie in Europa? Hoe ziet het eruit? Wat zijn de vooruitzichten op groei, op werkgelegenheid? Waar zitten er eventueel problemen? We kijken dan naar de budgettaire situatie, ook van de economische en de monetaire unie als geheel, de muntunie, maar ook van elke lidstaat afzonderlijk. Op basis daarvan worden dan beleidsprioriteiten uitgestippeld, beleidsprioriteiten die voor dit jaar waren. We zetten de budgettaire verantwoordelijkheid verder. We moeten verder met structurele hervormingen, maar op de top komen we met iets nieuws en dat is dat fameuze investeringsplan. En op basis van die analyse wordt er een dialoog aangegaan met de verschillende lidstaten en worden de maatregelen besproken, hervormingen besproken die nodig zijn in de lidstaten. Dat gebeurt land per land en die rapporten komen uit in februari. We starten ons proces in november. In februari komen we met rapporten voor elk land en zien we welke vooruitgang er geboekt is in de landen en waar er nog meer moet gebeuren. We kijken ook welk gehoor ze gegeven hebben aan de aanbevelingen van het jaar voordien. Dan is het aan de lidstaten om dat allemaal om te zetten in hun eigen hervormingsprogramma. Dat doen ze in april. En dan krijgen ze feedback vanuit Europa, vanuit de commissie, daarop nadat ze ook naar mekaars plannen hebben kunnen kijken. Het is dus niet individueel de commissie met elke lidstaat. De lidstaten doen ook aan peer review. Die bekijken ook mekaars situatie, want er zijn spillover-effects. De gevolgen van het slecht beleid of onvoldoende beleid of bijsturing in het ene land slaan over op de andere. Dat heeft de crisis ons heel pijnlijk duidelijk gemaakt. En dan komen we met feedback in de maand mei en dan hebben we die fameuze landenspecifieke aanbevelingen. Landenspecifieke aanbevelingen die wij voorstellen vanuit de commissie en die door de Raad van Ministers worden goedgekeurd, die de lidstaten dus zelf ook aanvaarden en waarmee ze dus een engagement nemen om daar iets mee te doen. We doen dat dus met een aanpak die gebaseerd is op dialoog. Dialoog met de lidstaten, maar ook met de sociale partners. En dat is ook iets wat wij in deze commissie of met deze commissie serieus verder willen verdiepen. Dialoog met de sociale partners. Zij zijn degene
die de werkelijkheid beter kennen op de grond dan wie ook. Zij zijn ook diegenen die, als er hervormingen moeten doorgevoerd worden, er mee voor moeten zorgen dat die finaal geïmplementeerd worden. Dus de sociale partners die staan bij ons hoog op de trap en daar bouwen wij de relaties beter dan vroeger mee uit. En al dat beleid dat we dan aan die landen aanbevelen, dat steunen we vanuit onze Europese budgetten, vanuit onze Europese fondsen. De aanbevelingen die de landen krijgen, die worden daar waar we dat kunnen vanuit Europa, vanuit ons budget mee. De omzetting daarvan wordt mee mogelijk gemaakt. En waarom hameren wij daar zo op die hervormingen? Omdat dat allemaal nodig is om de uitdagingen waar we voor staan, om die finaal te kunnen aanpakken. Om finaal ook ervoor te zorgen dat er in de plaats van de werkgelegenheid gefocust wordt, in plaats van op werkloosheid liever, gefocust wordt op werkgelegenheid. Dat we terug naar een positief verhaal gaan. En daarom moeten we onze arbeidsmarkten moderniseren, veel activerender maken. We vragen van de mensen flexibiliteit, maar we moeten dan ook aan de andere kant ervoor zorgen dat er nog voldoende zekerheid tegenover staat. En ook daarover moeten we afspraken maken onder elkaar. We zien dat de sociale zekerheidsstelsels onder druk staan. We moeten zorgen dat de pensioenstelsels duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat de centen er zijn om pensioenen te betalen, wanneer ze moeten betaald worden. Maar we moeten ook kijken naar de adequaatheid, het niveau van de pensioenen. Zal er genoeg zijn om te zorgen dat er een behoorlijke vervangingsratio is? Zullen de pensioenen hoog genoeg zijn om de mensen die gepensioneerd zijn een goede levensstandaard te bezorgen? Ook daar kijken we naar. En dan hebben we een pijler, een sociale pijler, die wij willen uitbouwen met deze commissie. Een pijler van sociale rechten, zeggen we, maar eigenlijk is het meer dan rechten. Het gaat om wetgeving en het gaat opnieuw om coördinatie. Het gaat om wetgeving. We moeten kijken naar de wetgeving die we in Europa hebben om te kijken of die nog à jour is, of die nog voldoet aan de tijd van vandaag. En ik ga dan een paar voorbeelden noemen. Hoe moet een arbeidscontract eruit zien? Wat is een werknemer? We hebben een digitale evolutie. De arbeidspatronen, de businessmodellen, de manieren van werken veranderen. Maar wij werken nog altijd met de methoden en de begrippen van 50 jaar geleden. Dus wij moeten heel goed kijken wat er gebeurt in de economie, op de arbeidsmarkt, hoe de mensen zich tegenover elkaar verhouden, waar de zwakke zit, waar de sterke zit en wie we finaal moeten beschermen en terug opnieuw uitdenken hoe we dat in een nieuwe, meer digitale economie, in een geglobaliseerde economie, beter kunnen doen. En dat zijn zaken waar we naar op zoek zijn. We zien ook dat er arbeidscontracten zijn. Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, zero-hour contracts. Je hebt een arbeidscontract, maar je hebt geen garantie zelfs van 1 uur dat je kunt werken, maar je moet wel beschikbaar zijn. Is dat iets wat we aanvaarden? Is dat iets wat we niet aanvaarden? Is dat de flexibiliteit die we nodig hebben in de nieuwe economie? Of moeten we daar toch iets anders van maken? We zien veel precaire contracten. Bij de nieuwe jobs zijn er gelukkig ook goede jobs, maar heel veel zijn deeltijds van bepaalde duur enzovoort, die mensen niet direct veel zekerheid geven. Wordt dat wat vroeger atypische contracten genoemd werden, worden dat de typische contracten? Kunnen we daarmee leven of moeten we daar iets aan doen? Als we naar meer flexibiliteit moeten, nogmaals, dan moeten we daar tegelijk een stuk bescherming naast zetten, zodanig dat mensen die weten dat ze meer van job zullen moeten veranderen in hun leven, dat ze wel, als het nodig is, beschermd, begeleid worden, dat ze zich ook kunnen bijscholen en dat soort zaken meer. En daar zijn wij in die sociale pijler allemaal naar aan het kijken. We zijn ook aan het kijken naar de veiligheid en de gezondheid op de werkplek. 24 richtlijnen, die hebben ook allemaal al een zekere leeftijd. We zijn die aan het evalueren en aan het kijken of die nog aangepast zijn aan de situatie van vandaag. En of ze de mensen genoeg beschermen tegen de nieuwe risico's. We hebben nieuwe gegevens over cancerogenen. Wel, voldoet de bescherming of de werkplek daaraan of moeten we die strenger maken? Het antwoord kennen we al, we zijn die aan het strenger maken. En dat zijn ook zaken waar we in de loop van dit jaar mee naar boven komen. Mobiliteit. Veel over gesproken in België. Mobiliteit van werknemers. Gelukkig hebben we het recht op mobiliteit. Vrij verkeer van werknemers, vrij verkeer van personen.
Het is een recht dat ingeschreven is in het verdrag. Het is een basisrecht. Het schept ons enorm veel kansen. We kunnen reizen, niet alleen reizen, maar we kunnen ook werken, studeren, wonen in andere lidstaten. Maar de vraag is, onder welke condities? En we willen de mobiliteit zeker niet terugschroeven. Integendeel, de barrières die er nog zijn, moeten we wegnemen. We moeten ze aanmoedigen. We zitten met mobiliteitsniveaus in Europa die stukken lager liggen dan in de Verenigde Staten van Amerika. We kunnen daar allemaal oorzaken voor uitdenken, maar er is ook veel potentieel. Veel mensen die zeggen, daarnaar ondervraagd, dat ze het wel zien zitten de komende 5 of 10 jaar om hun kans op de arbeidsmarkt te wagen in een ander land. Maar toch zien we dat ze het finaal niet doen en dat maar 3% van onze werkende bevolking leeft en woont in een andere lidstaat van Europa. Maar er zijn ook problemen. Er zijn problemen met de sociale zekerheid. We moeten er naar kijken of die eerlijk georganiseerd is. Dat zijn we ook aan het doen. We zijn wijzigingen aan het voorbereiden. Bijvoorbeeld, vanaf wanneer kan iemand aanspraak maken op werkloosheidsuitkering in de nieuwe lidstaat waar hij is gaan werken? Een Nederlander komt naar hier, werkt hier een week, verliest zijn baan. Heeft die aanspraak op werkloosheid bij ons of niet? Dat soort zaken moeten we bekijken. Ons doel is dat alle mensen die mobiel zijn onder een sociaal zekerheidsstelsel vallen en blijven vallen. Dat er geen enkel moment kan zijn als ze mobiel zijn, grensoverschrijdend gaan, dat ze tussen twee stoelen vallen. Maar we moeten wel kijken dat het fair georganiseerd is. Fair ten aanzien van die administraties, ten aanzien van die sociale zekerheidsstelsels en fair goed beschermend ten aanzien van de mensen. Gedetacheerde werknemers ook. Mensen die meekomen, ik zou zeggen, mee opgestuurd worden met een dienstenpakket. U weet dat daar, u hoort daar veel van, u leest daar veel van. Daar zijn nogal wat misbruiken tegenwoordig. Ook dat zijn we aan het bekijken. We gaan die de wereld uit helpen. We zijn de voorstellen aan het schrijven. En nog dit jaar, begin december, komen we met een voorstel voor gelijk loon, voor gelijk werk op dezelfde plaats, om de sociale neerwaartse druk op de lonen door mobiliteit, om die uiteindelijk naar beneden te halen. En daarnaast gaan we ook werken daar waar we geen wetgeving kunnen maken, omdat we ofwel niet de bevoegdheid hebben, of omdat ofwel de lidstaten zodanig ver uit elkaar liggen, dat we ze niet direct op één leest kunnen schoeien. Daar gaan we werken met wat wij in ons jargon zijn gaan noemen benchmarks. Daar gaan we weer coördineren, gezamenlijk doelen stellen waar we samen naar evolueren. En die evolutie, die convergentie, dat is afgesproken. Ik heb daar groen licht voor gekregen van de commissie Jonker. Dat moet een opwaartse convergentie zijn. Geen neerwaartse spiraal, niet de race to the bottom, maar we moeten er samen beter van worden. En daar gaan we samen doelstellingen uitwerken. Doelstellingen waarnaar landen stappen moeten zetten, stappen die kunnen gemeten worden en waar ze finaal ook op kunnen afgerekend worden, waar we onze Europese fondsen kunnen onderzetten als een hefboom om die dingen ook werkelijk uit te voeren. Maar dat zijn dus zaken bijvoorbeeld over werkloosheidsuitkeringen. Bijvoorbeeld wat met kinderopvang. Waar er te weinig kinderopvang is, kunnen dikwijls alleenstaande ouders niet aan de slag geraken. Zien we dat die alleenstaande ouders dikwijls in de armoede belanden. Kinderen zitten dan ook direct in de armoede en dan zien we dat dat een generatiezaakje wordt. We weten hoe belangrijk het is van hele jonge kinderen goede begeleiding te geven. Door meer kinderopvang moeten we dat mogelijk maken en dat zal één van die benchmarks zijn. Een andere zal te maken hebben, en dan hebben we een combinatie van coördinatie en wetgeving, de balans tussen leven en werken, tussen arbeid en gezin. U weet of u weet niet dat er een moederschapsrichtlijn in hervorming was. Het was de bedoeling om de moederschapsrust op te trekken. Het vorige parlement, waar ik deel van uitmaakte, heeft daar uiteindelijk zoveel kerstbollen aangehangen dat die boom is gaan neerhangen en dat men in de raad niet meer tot een akkoord geraakt is. Ook in het parlement is er men niet meer uitgeraakt. Het nieuwe parlement heeft dat proberen corrigeren, maar dat is niet gelukt. Een voorstel van 2008 kunnen we in 2015 niet verder meeslepen. We gaan dat terugtrekken, we gaan dat laten vallen en we gaan dat over een andere boeg gooien en zorgen dat we een pakket van maatregelen krijgen die zorgen voor een betere werkbalans, werk-leefbalans, niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de mannen die ook hun taak en hun verantwoordelijkheid gelukkig hoe langer hoe meer in de gezinnen opnemen. Uiteindelijk moeten we ook zorgen voor een evenwichtig handelsakkoord, ons globaal gewicht meer in de weegschaal leggen. We kunnen daar straks, als u wilt, verder op ingaan. En dan vooraleer ik stop nog 2 minuten iets over dat vluchtelingenbeleid.
vluchtelingenbeleid of onze vluchtelingencrisis waar we nu in zitten, dat is een moeilijk probleem. En als Angela Merkel, die ik heel bewonder en overal waar ik kan, prijs voor haar moed en prijs voor het feit dat ze zich onder de druk van de opiniepeilingen niet van haar koers laat brengen, als die zegt, wir schaffen das, dan wil zij zeggen, wij gaan ons erop organiseren dat we dat aankunnen. Zal dat gemakkelijk zijn? Nee, maar moeilijk gaat ook. En we hebben hier een morele plicht en een juridische plicht, een internationaal rechtelijke plicht, om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, die hun eigen leven riskeren op grond van nationaliteit, ras, godsdienst of andere dingen, mensen die een internationale bescherming verdienen, wij hebben ook bij ons de plicht om hen die te geven. En wij denken, we hebben soms de indruk, we zien natuurlijk die verschrikkelijke stromen van mensen die door koude rivieren gaan, die in de bossen zitten, waar ze zelfs, zoals in Slovenië nu het geval is, gewoon soms niet meer uitgeraken. Het risico lopen van aangevallen te worden door wilde dieren. Mensen zijn echt op de dool. Ze zitten heus niet allemaal in kampen of lopen allemaal netjes op die straten. We moeten die mensen helpen, zijn mensen in nood. We hebben de indruk dat dat massa's zijn. Dat zijn ook grote stromen. Maar als we nu alleen nog maar kijken naar de Syrische mensen op de vlucht, dan moeten we wel weten dat 95% daarvan opgevangen wordt in de eigen regio. 5% komt naar Europa. Wie zijn wij dan, het rijke Westen, om te zeggen dat we dat niet aankunnen en niet aan willen? En dat is iets anders dan zeggen, we zetten de deuren wagenwijd open, kom allemaal maar naar ons. We zullen dat varkentje rap even wassen. We weten dat dat moeilijk is. Dat gaat moeilijk zijn, want we moeten voor die mensen zorgen. Die moeten huisvesting hebben, die moeten geïntegreerd worden. We moeten die wegwijs maken in onze cultuur, in onze waarden. We zullen daar ook eisen moeten aanstellen. We mogen daar ook verwachtingen naar hebben. Solidariteit, maar ook verantwoordelijkheid, ook van hun kant. En we weten ook dat we niet iedereen hier toelaten, maar dat doen we ook niet. Mensen die geen aanspraak hebben op die status, die zullen teruggestuurd worden. En ook dat terugkeerbeleid wordt nu Europees aangepakt om dat efficiënter te maken. Maar we zeggen wel, ook dat moet gebeuren op een humane manier. En we moeten vooral iets doen aan de oorzaken. Aan de oorzaken van die crisis. En dat is natuurlijk ook lange termijnwerk. Dat helpt niet direct ons vooruit voor de stromen die we vandaag bij ons op ons grondgebied krijgen. Maar dat is de reden waarom de commissie een meerstromenbeleid heeft ontwikkeld. Een multisporenbeleid. 8 voorstellen zijn er al gelanceerd in mei. De uitvoeringsmaatregelen die lopen. Gisteren zijn er nog beslissingen genomen, heel operationele beslissingen op een top, om de lidstaten heel concreet nu te doen samenwerken. Niet alleen om te spreiden, maar ook om te verhinderen dat mensen nog door het koud water moeten om van de ene kant van de grens naar een andere te gaan. Om te verhinderen dat lidstaten finaal zeggen, och, we laten ze binnen, we zetten de poort open en we sturen ze netjes door naar de volgende grens en dan zitten die met het probleem. Er moet tussen de lidstaten met elkaar gesproken worden in plaats van over elkaar. Er moet samengewerkt worden in plaats van tegen elkaar. Daarvoor zijn onder leiding van Jean-Claude Juncker gisteren ook nog serieuze afspraken gemaakt. En daarmee heb ik het al veel te lang getrokken, meneer de voorzitter. Dus ik ga hiermee afronden. Maar ik wil u alleen nog dit meedelen, vooral aan de jonge mensen. U bent nu heel jong, nog aan het studeren, heel even voor zich. Er komt een tijd dat de rollen omgekeerd zullen zijn. En dan staat er een van u hier en dan zit ik misschien als gepensioneerde, als God belieft, in de zaal om naar u te luisteren. Wel, ik kan er u van verzekeren, er zal ook voor u nog heel veel werk op de plank zijn. Want dat is een proces dat nooit zal stoppen. Er is nooit een moment dat we zeggen, en nu zijn we er. Het blijft duren. Maar ik zou ook u willen uitnodigen en vragen en smeken bijna, werk dan verder aan die Europese integratie. Bouw dat mooi project van vrede en stabiliteit. Het enige project ook dat ons sterker kan maken in de wereld en ons kan helpen om die uitdagingen aan te pakken. Bouw dat verder uit. En nu al, u hoeft niet te wachten totdat u hier staat. Ik zou zeggen, draagt nu ook die boodschap al uit aan uw leeftijdsgenoten. Als u straks nog een pint gaat drinken, dan is dat misschien al de eerste gelegenheid daartoe. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. En ik ben beschikbaar voor vragen als daar nog tijd voor is. Dank u wel.